Spelers staan klaar. Scheidsrechter checkt nog even alles. En daar gaat de wedstrijd beginnen. Tussen DVS en ASWH. Gelijk komt wel een hele goede paas van Tarek Everen. Ja, dat kan die. Ali Aklaar gelijk. Maarten van Dijk. Leek op Hens, maar was het denk ik net niet. ASWH. Natuurlijk zullen die elk moment aangrijpen om er heel snel tussenuit te gaan. Salasiwa komt daar duidelijk snelheid tekort. Dat had voor hetzelfde geld de 0-1 kunnen zijn. Prima paas, Maarten van Dijk. Wat ziet hij dat goed? Stef Nijland. Ja, een duidelijke overtreding. Vrije trap met mogelijkheden. Wie weet. Even kijken. Wie kan dat? Salasiwa. Vanaf die positie tegen Dovo. Ik denk dat Lars het gewoon gaat doen. Dat zou wel heel mooi voor hem zijn. Ik heb hem in het tweede. In het begin van zijn loopbaan heb ik hem echt fantastische vrije trappen zien maken. Lars staat klaar. Opwinding. Ietsje opwinding in mijn stem. U hoort het. Ik weet wat hij kan. Maar ja, het is wel een grote keeper. Komt hij? Helaas. Mislukt paasje. Ja, maar toch doorgaan van Lars van Wetering levert een ingooi op. Wederom Lars van Wetering. Nee, dit was Omar. El Ghazouani nu. Schiet kans. Ja, die zit erin. Hatsiki Batsi. Heel mooi. Lars van Wetering. Heel actief. Het is toch een lekkere schietgrage spits. Terechte 1-0 voorsprong hier voor DVS 33. Over de tribune. Geen overtreding. Dat biedt mogelijkheden voor DVS. Ali Akla. Oh, Ali. Ja, toch weer een vrije trap. Ik denk toch Stef Nijland. Moet hij wel kunnen. Met zijn ervaring. Maar Salasiwa staat er ook bij. Stef Nijland! Ho, 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 ho! Stef Nijland! Wat lekker! Ho, ho, ho. Ongelooflijk! Heerlijk! Prachtige curve! Dit, ja, hier moet je durf voor hebben. Dan moet je geloof in jezelf hebben. Dat heeft DVS momenteel. Zitten in een redelijke flow. Naar aanleiding van, denk ik, het laatste kwartier natuurlijk. Afgelopen zaterdag. Nu ook weer op rechts. Ruimte. Frank Olijven. Ik zie het aan zijn beweging. Stef Nijland. Zet die bal daarvoor. Ja. Nou. Dit zijn eigenlijk wel balletjes die Lars van Wetering heel graag wil hebben. Oeh. Ja, dat is een risico, hè. Oeh. Ja, dat is pittige overtreding, hè. Hele pittig. Rood, ja. Voor een speler van ASWH, wie weet ik niet. Maar El Ghazouani, als hij daar maar niks aan overhoudt. Die kopbal had Nicky van mij mogen winnen. Want dit levert een gevaarlijk moment op. Ja. Het is dat Daan van die lekkere, lange, grijpgrage handjes heeft. Heel mooi. Ja, goed meegegeven aan Lars Huber. Ablak. Mooi schot. Prima. Goed gespeeld.
Lars Huber, wat doe je dat lekker. Oh. Dan gaat hij weer. In dit geval met zijn rechtervoet. Rechts en links. Het maakt hem allemaal helemaal niks uit, Omar. El Ablak. Eren. Turan Yafus. Prima. Strakke bal hoor. Heel goed. Hoef je alleen maar tegenaan te lopen. Maar dat wordt vergeten. Toch redelijk weinig kansen ook gecreëerd. DVS 33 in die tweede helft. En de scheidsrechter fluit voor de laatste keer. DVS 33 schrijft 3 punten bij. Peter Wesseling, van harte gefeliciteerd met deze 2-0 overwinning. Ja, dankjewel. Oké, ja, natuurlijk. Dat had ik kunnen verwachten, hè, dat je dan dankjewel zegt. Maar de wedstrijd zoals die gelopen is, ongeveer volgens plan? Ja, volgens plan 1-0, 2-0. 1-0 goede goal, denk ik. 2-0 kwam op een lekker moment. Die rode kaart. Gooit de wedstrijd natuurlijk volledig op slot voor hun. Bij een 2-0 stand hebben we niet meer gehoeven. Zij wouden niet meer. Een paar momentjes dat ze nog willen uitkomen. Dan krijg je zo'n tweede helft. Jammer. Ja, inderdaad. Jammer. Aan de andere kant, het is voor de spelers ook wel eens lekker om het even wat rustiger aan te doen. Zeker na zo'n hectische zaterdag. Maar 4-5-0 was ook wel leuker geweest voor het publiek. Ja, zeker. Voor de spelers, voor ons als staf zijnde, maar zeker ook voor het publiek. Daar bouwen we niet echt op uit. Dan zul je het anders moeten doen met elkaar. Meer energie erin moeten stoppen, zeg maar. Maar ja, ik begrijp het ook wel weer. Peter, ik heb wel genoten van de eerste helft. Jij ook niet? Jawel, zeker. Ik vond wel dat we toen maken 1-0. Goede goal. Hadden ook wel de eerste 10, 15 minuten hadden we het ook goed voor elkaar. Na de 1-0 gingen we wat inzakken. En werden we eigenlijk best wel, waren we best wel veel aan de bal, zeg maar. Wij hoefden natuurlijk niet, zeker na de 2-0 niet. Maar ja, het voelde toch niet zo heel lekker of zo. Alleen ja, het staat 2-0. We geven eigenlijk niks weg. We staan zo kort op elkaar. Kom je eigenlijk in een situatie waarom we dit jaar nog niet heel veel geweest zijn. Maar dat hebben we wel goed gedaan. En een aantal keren via de counter eruit komen. Was ook weer nieuw om te zien. In de tweede helft veel aan de bal, maar ja, gewoon te weinig energie met elkaar gebracht om echt naar 3 of 4-0 te gaan. Terwijl dit op zich niet echt een hele slechte ploeg was, ASWA. Hè? Lekkere voetballers hoor, tussen. Ja, zeker. Ook wel redelijk wat kracht in hun ploeg, ook wel voetballend vermogen. Maar ja, uiteindelijk hebben ze 0 kans gecreëerd. Dus een heerlijke driepunter erbij en de tweede helft kon schriftelijk worden afgedaan. Uiteindelijk wel. We hebben nog wat wissels kunnen brengen, wat jongens kunnen sparen. Het mooie is, nogmaals, iedereen is fit. Benak zit weer aan te komen, die haakt. Lopen volgende week denk ik wel weer aan. En wat ik al zei, we hebben een brede, goede selectie. Dat is mooi om te zien. En iedereen heeft speelminuten gekregen en iedereen is inzetbaar en voegt wat toe. Het is toch wel lekker met zo'n vaste spits. En dan Stef Nijland er een beetje zwervend achter. Volgens mij loopt dat lekker. Ja, het is een beetje zoeken. Je zegt Stef Nijland erachter. Stef is onze diepste. En Lars speelde erachter. In de praktijk. Dat is zoals ze neer hebben gezet. Ik zie hem ook heel vaak de bal ophalen. En dan gaat hij naar de bal toe. Dwars door het midden komt dan die paas naar hem toe. Inderdaad. Dat is wat we ook wel willen. Geen statische spits voorin. Maar eentje die tussen linies komt, op het middenveld komt. Dan moeten we daar een loper hebben. Vorig jaar was dat in combinatie met Quincy een mooi koppel. En we zijn een beetje aan het zoeken om dat goed in te vullen nog steeds. Ja. Eerder was je kwetsbaar als Benjamin Roumillon niet meespeelde. Dan was DVS echt kwetsbaar. Dan miste je hem echt. Maar er staat een andere jongen aan de linkerkant op. Hè? Ja, laat ik vooropstellen dat we Benna enorm missen. Want ik vind Benna echt van boven kwaliteit, zeg maar.
In de derde divisie. Maar ja, Oma die doet het goed. Zit goed in zijn vel. En is op dit moment zich aan het manifesteren. Mooi om te zien. Het lijkt wel alsof hij ook weer iets meer diepte in zijn spel heeft. En ook wat schietgrager is. Ja, hij is dreigend met een bal aan zijn voet. Van buiten naar binnen. Dus en hij is balvast. Hij wil de bal graag hebben. Hij is comfortabel aan de bal. Hij voelt zich ook goed. Dat zie je ook. Dus hartstikke mooi om te zien. Mooi. Komt Benna er weer aan? Ja, ik denk dat Benna heeft gisteren met Bad getraind. Met de fysio redelijk intensief. Geen reactie. Dus kijken of hij donderdag weer wat meer kan doen. En dat hij misschien maandag of dinsdag weer aansluit volgende week. Mooi. Op naar Staphorst. Altijd lastig. Staphorst uit. Weer een nieuwe uitdaging. Hartstikke mooi. Oké. Bedankt, prettige avond verder en tot zaterdag.